Welkom allemaal. We zijn alweer bij de derde week beland van het grote vasten. In deze week gaan we kijken naar het verhaal van de verloren zoon samen met de heilige Abuna Fel-Taos. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van de verloren zoon, nog even kort samengevat. De verloren zoon is een zoon die geld vroeg van zijn vader, een deel van zijn vermogen. Hij wilde met dat geld namelijk weggaan van zijn vader om zijn leven te leven, te doen wat hij wil, te genieten, oftewel zijn geluk te gaan zoeken. Maar dat hij erachter kwam dat daar niet zijn geluk was en zijn geld opraakte en een hongersnood kwam, verlangde hij weer om terug te gaan naar het huis van zijn vader. En zo ging hij ook terug naar het huis van zijn vader en zijn vader ontving hem met open armen. En dan hebben we Abuna Fel-Taos, een heilig man die veel wonderen deed en nog steeds. Hoe deed hij al deze wonderen, zoals een vadermonnik die met hem leefde ook wel zei, uit zijn grote liefde voor God deed hij al deze wonderen. Hij bad veel, hij las veel, hij leefde een leven van complete overgave aan God. En al deze dingen die ik net heb opgenoemd zijn allemaal een vorm van liefdeuitingen naar God. Hoe meer wij van God houden, hoe meer wij bidden, hoe meer wij vasten, hoe meer wij lezen. Hoe meer je van God houdt, hoe meer je bezig bent met je geest. En wanneer wij voeding geven aan onze geest, oftewel de Heilige Geest, wordt zijn aanwezigheid ook sterker in ons. En daarom kunnen wij ook wonderen doen als onze geest sterk is, oftewel als de aanwezigheid van God in ons sterk is. En dat deed Abuna Fel-Taos. Waarin gevallen, waarin het onmogelijk leek dat iemand genezen zou kunnen worden, door zijn gebeden, door zijn voorspraak, door zijn handoplegging werd het onmogelijke mogelijk gemaakt. Wat heeft het verhaal van de verloren zoon dan te maken met Abuna Fel-Taos? Soms kennen wij een persoon die lijkt af te dwalen van God, die niet meer naar de kerk komt. En niet alleen dat, ook nog eens slechte gewoontes aanneemt, met de verkeerde mensen omgaat. Wij zouden dan natuurlijk willen dat diegene terugkomt naar God. Maar weten niet wat we moeten doen. En soms denken we, het is onmogelijk. Diegene is al verdwaald, laat maar zitten. Hier kunnen we Abuna Fel-Taos voor gebruiken. Namelijk door zijn gebeden te vragen bij de Heer Jezus Christus. Kunnen wij vragen voor hem om het onmogelijk in onze ogen mogelijk te maken. Zoals hij eerder en nog steeds mensen fysiek geneest of genas, kan hij ook nu wellicht door zijn gebeden de harten laten bewegen van die verdwaalde persoon. Om terug te keren naar God, om afstand te nemen van de slechte omgevingen en slechte gewoontes. Dus wanneer wij niet iets kunnen doen, kunnen we altijd ten eerste en ten laatste bidden. Zoals Abuna Fel-Taos een grote liefde had voor God en daarom wonderen kon doen. Doordat hij heel veel had gebeden, heel veel had gevast, heel veel had gelezen. Laten wij dan ook evenzo heel veel liefde hebben naar God toe. Naar onze medemensen toe. Door veel te bidden, veel te vasten. Voor hun en voor onszelf. Om allemaal verzoend te raken met de Heere Jezus Christus. Laten we dus Abuna Fel-Taos onder andere vragen om ons te helpen de verdwaalden terug te laten keren naar God. Te beginnen met onszelf. Dankjewel voor het kijken.